Het is zaterdag 21 september 2019. We maken vandaag de lange tocht van Selkirk in het zuiden van Schotland naar Groningen. Vanuit de Scottish Borders is het 675 kilometer naar Dover, van waar we de boot naar Calais nemen. Daarna moeten we nog eens 500 kilometer naar huis, naar het noorden van Nederland. In totaal dus 1200 kilometer, waarvan de eerste 120 over tweebaanswegen. Om 7:30 ochtends zijn we vertrokken vanaf ons huisje in Selkirk. De zon komt net op en het belooft een prachtige dag te worden. De komende 6 uur rijden we naar het zuiden, dus vooral tegen de zon in. Na een 30 minuten rijden we door Chedborough, waar je rechts nog heel even de abdij kan zien. Hier hebben we de afgelopen week al een paar keer op een terras in de zon gezeten, voor de ruïne van de abdij. Chedborough is een van die typisch Schotse stadjes met een abdijruïne. Tijdens de Schots-Engelse oorlogen werden deze vaak geplunderd en na de reformatie in 1559 niet meer opgebouwd. We rijden nu in de richting van de Schots-Engelse grens. En in de verte zien we een donkere wolk, laag hangend boven het land. Wanneer we de grens naderen en de heuvels inrijden, komen we steeds dichter bij de wolken tot we in de mist rijden. We komen achter een vrachtwagen te zitten die een 30 minuten voor ons blijft rijden. Best prettig in de mist. En dan verlaten we ons geliefde Schotland en rijden Engeland binnen. Maar juist wanneer de mist nog dichter wordt, stopt de vrachtwagen en moeten we zelf weer opletten. Gelukkig is het vrij rustig op de weg. Heel af en toe duikt er een motor of auto op aan de andere kant. Maar niet veel later breekt de zon alweer bijna door. Anderhalf uur later en 120 kilometer na ons vertrek komen we bij Newcastle en eindelijk op een vierbaansweg. Maar eerst moeten we nog heel wat rotondes passeren. De snelheid in Groot-Brittannië op vierbaanswegen is standaard 70 mijl, 112 kilometer, tenzij anders aangegeven. Maar rond Newcastle ligt het maximum een hele tijd op 80 km per uur, dus we schieten nog niet heel erg op. De hemel is ondertussen weer strak blauw en het is al boven de 20 graden. Best jammer dat we de hele dag in de auto zitten. Vier uur en ruim 400 km later, bij vliegveld Stansted, je ziet links nog net een vliegtuig dalen, is het al 25 graden. Op een warme dag als vandaag zien we heel wat auto's met een open dak langs rijden. Maar in vergelijking met andere jaren zien we veel minder oldtimers. We reizen op zaterdag om files te vermijden, maar af en toe wat oponthoud is bijna onvermijdelijk. En ja, we moeten echt in deze baan zijn, niet links of rechts, ondanks de vier banen. Gelukkig kunnen we redelijk snel weer verder.
Omdat we vroeg zijn, maken we een tussenstop in Canterbury, beroemd van de kathedraal waar Thomas Becket in 1170 vermoord werd. Canterbury heeft nog steeds een middeleeuws centrum en trekt veel toeristen. Een parkeergarage in het centrum hebben we zo gevonden. Jammer dat hij in het weekend minimaal £3,90 kost, ruim €4. Na onze pauze in de warme zon zijn we vrij snel in Dover. Lange rijen auto's en vrachtwagens vormen een file vanuit de haven van Dover, kilometers lang. Wij hadden 1,5 uur ingecalculeerd voor vertragingen, maar die hebben we nauwelijks gehad en we zijn mooi op tijd. En dan rijden we op de haven van Dover af. De rit door de haven en de checkpoints kun je op een andere video uitgebreid zien op ons YouTube-kanaal. De Franse douane zijn we zo door. En de Engelsen boeit het niet wie hun land uitgaat. Nog een laatste blik op de beroemde krijtrotsen van Dover. En we mogen door naar de wachtrij. De boot heeft 1,5 uur vertraging, maar eindelijk mogen we erop. Er zijn maar weinig reizigers en alle wagens staan op één dek. Minder dan 2 uur later rijden we bij Calais van de boot af. We moeten de tijd even verzetten, want het is hier 1 uur later dan in Groot-Brittannië. Er zijn controleposten in de haven, maar we mogen overal zo doorrijden. Op de mist van vanochtend na was het een prachtige dag, maar nu gaat de zon snel onder. In het donker door Frankrijk, België in. De kilometers vliegen weg. Maar dan geeft de navigatie aan dat er oponthoud is bij Antwerpen. 10 minuten, 20, 30, het loopt steeds verder op. Borden boven de snelweg geven aan dat er een ongeluk gebeurd is. Maar gelukkig kunnen we een alternatieve route kiezen via de noordkant van Antwerpen. We rijden langs de kilometerslange file richting Rotterdam. En ook op de overige toegangswegen zien we lange files.
Alleen bij de Liefkenshoektunnel, waar we 6 euro tol moeten betalen, moeten we een paar minuten wachten. Verder hebben we geen oponthoud meer, behalve wat kleine wegwerkzaamheden. En bijna ongemerkt rijden we Nederland binnen. We soeven door het duister en 5 uur nadat we de boot in Calais zijn afgereden, zijn we bij het Julianaplein in Groningen. Het is 1:05. Na bijna 1200 kilometer rijden en 16,5 uur onderweg zijn we eindelijk thuis. Wil je meer zien? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal en lees het reisverhaal op onze website. Tot een volgende keer!